Ik denk dat heel veel mensen hier in de omgeving niet het gevoel hebben dat ze op dit moment een goede buur hebben. Een buur die hun eigen gezondheid in gevaar brengt. Ja, dat is niet acceptabel. Tweede Kamerleden Jesse Klaver en Hapta Moeder Hoop gingen donderdag in Dordrecht met omwonenden in gesprek over chemoers. Het chemiebedrijf houdt ook in Den Haag steeds meer de gemoederen bezig. Maar de overheid moet daadkrachtiger optreden, concluderen de Kamerleden. De overheid heeft een grondwettelijke taak om haar burgers te beschermen. En als ik hier niet zo ver vandaan bij de zwemplas ben die gesloten is, ja, dan zie je dat in één keer zo'n bedrijf hier chemoers niet alleen het milieu vervuilt, maar dat ook enorme sociale schade heeft. Dus de mensen die hier wonen, in de flats hierachter, die in de zomer daar bij die plas wilden zijn, dat kan nu niet. En daarmee zie je wat voor enorme impact het heeft. En dat betekent dat het moet worden ingegrepen. We hebben natuurlijk afgelopen week ook weer een uitspraak gezien die duidelijk maakt dat chemoers toch te veel aan zijn laars lapt. En dat laat ook nu de politiek nog meer zien dat er actie ondernomen moet worden. Dat we juist vanuit voorzorg voor mens, milieu en om omgeving moeten kiezen. En niet vanuit het belang van alleen het bedrijf chemoers. Dat zogeheten voorzorgsbeginsel hanteren is ook één van de drie dingen die volgens Klaver moet gebeuren. Als we niet precies weten of stoffen slecht zijn voor mensen, dan moeten we gewoon zeggen, jongens, niet doen, want mensen worden hier ziek van. Het tweede is dat we nog beter kunnen handhaven. En ten derde zijn er nog allerlei andere regels waar bedrijven aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld als het gaat over de kwaliteit van het water. Die is hier ook niet al te best, zoals ik zojuist schetste. Dus ook daar zouden we harder kunnen ingrijpen. En wat ik dus verwacht van de staatssecretaris is dat ik niet briefjes krijg als we moties aangenomen krijgen in de Tweede Kamer. Staat, we kunnen niks. Ik wil dat alle opties worden gebruikt om wel iets te doen. Dordtse raadsleden willen vooral dat de Kamerleden het PFAS-probleem blijven aankaarten. Wat wij van Den Haag willen, wat wij van de Tweede Kamer willen, als dat er nu wordt doorgepakt. Dat er wordt ingezet op inderdaad het aanscherpen van de wetgeving. En dat we proberen zoveel mogelijk te doen om de gezondheid van mensen te bevorderen. Wordt vervolgd dus, ook na de verkiezingen in november. Is het nou ook een verkiezingsthema? Dat zou het niet moeten zijn. Wat mij betreft is het dat ook niet. Gezondheid zou niet een keuze moeten zijn tussen links of rechts. Iedere politicus in Nederland die verkozen wil worden, die heeft de grondwet te dienen. En in die grondwet staat dat we onze burgers moeten beschermen. Dus hier zou iedereen het over eens moeten zijn. Hier zou nul verschil van mening moeten zijn. Dus dit is geen verkiezingsthema.